2020. Het had zo'n mooi jaar mogen worden, maar je kent de geschiedenis vast en zeker al wel. Corona was begonnen. Black Lives Matter als wereldwijd fenomeen. Overal rellen, de hele wereld stond in brand. Eigenlijk valt het nog mee dat er nog een nucleaire oorlog begonnen is. Nou, op het moment dat ik deze scène opneem is het halverwege 2020, dus het kan nog alle kanten op. Maar het pakt niet alleen de grote jongens, ook de kleine jongens zijn de lul. Want Rielix Indoor Fun & Skatepark is helaas failliet verklaard. En wij moeten de hele rotzooi afbreken. Het doet mij zeer, want het is voor 15 jaar lang diep in mijn hart genesteld. En wij gaan het allemaal afbreken. En dan zou je jezelf afvragen, waarom de fuck zou deze video interessant zijn? Nou, ik kan je vertellen, dit is niet de eerste keer dat ik een skatepark afbreek. En ik kan je één ding vertellen. Dat er echt een berg aan werk verzet moet worden om dit allemaal af te breken. En vandaar deze video. En laat je entertained worden door de sloopkunsten van de skatepark. Across this old man picking on space and playing with hot. And the devil jumped up on a hickory stump and said, "White boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a mean bass player too. And if you care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play a pretty good bass, white boy, but give the devil his due. I got a bass of gold against your soul, but I think I'm better than you." The old man said, "My name's Mark Swords, and it might be a sin. Take your bet, you're gonna regret, 'cause I'm the best that's ever been." "Well, Mark, you better wipe that smile off your face, 'cause the devil's straight from hell and he plays a mean ass bass. And if you win, you get that shiny bass all made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." Nou, dit was het werk voor dag 1. En dit zijn de schroefjes van puur alleen deze muur. Nou, kan ik je nu alvast vertellen dat wat hier allemaal onder zit, je hebt hier een toplaag. Er zitten nog twee lagen onder. Vervolgens zit er nog een volledig skelet onder, waar het eigenlijk elke laag nog weer een gazillion aantal schroefjes heeft. Ik durf te wedden dat deze ton aan het einde van de hemelrit misschien wel 10 keer gevuld kan worden. Nou, wat zou het nou zijn? Dus een kilo of 7. Ik denk dat ik meer dan mijn eigen lichaamsgewicht van schroeven uit deze hal ga halen. Ja. Damn! Oh, je fucking cunt. En dit is het eindresultaat van 1 week schroeven. Wat we los hebben gemaakt is eigenlijk de toplaag van alles, behalve de bol. Die motherfucker gaan we als laatste doen waarschijnlijk. En wat we hier ongeveer hebben is een kilo of 20. Damn! En dat is
één beste berg. Volgens mij heb ik de schroef los zitten. Yeah. Nice trick in the ball. Koffie, David? Thee. Nee, er is geen koffie.
Where is it? What the fuck, yo? Wil je nou echt weten hoe pijn die truck deed? Ja. Nou, dat deed best wel zeer. Dat is helemaal niet leuk. Ik had echt koud. Dat was kut. Nou, wat we hier allemaal hebben, is natuurlijk ontzettend veel hout. En dat is zonde om allemaal weg te gooien. Om eerlijk te zijn, we hebben eigenlijk nog helemaal geen bestemmingsplan waar het eventueel heen kan gaan. Nou is er sprake van dat misschien een park in Amersfoort binnenkort gaat beginnen. En dit park hebben wij dan verkocht aan Amersfoort. Maar ja, wat we hier hebben is één grote puzzel. Dus wat we hebben gedaan, is alle planken en alle balken hebben we genummerd. Zodat we de puzzel weer compleet kunnen maken in het park dat eventueel in Amersfoort terecht gaat komen. Dus mocht je toevallig je ziel hier hebben ingeroeid. Maar je kan het nog niet helemaal missen. Dan kan ik je aanraden binnenkort naar Amersfoort te gaan. Want dan kun je dit park gewoon weer helemaal opnieuw skaten. Maar dan toch een tikkeltje anders. We'll be right back.
einde. Kijk dan! Sorry skatepark Amersfoort. Dat was mijn schuld. Ik ben momenteel een beetje vochtig aangelegd. Ik transpireer. Ik smaak als de oceaan en ik heb er plezier aan. Alleen faal ik in de missie die ik heb en dan ga ik gewoon een heel basistrucje doen. Maar op een manier zoals ik nog nooit eerder gedaan heb, dat is zo langs een skelet heen. Ik doe me toch een beetje denken aan dood en verderf. Net zoals dat je zo'n vis in de oceaan hebt die zo aan de kust ligt, maar een beetje dood te zijn, zeg maar een rot een beetje. Er komt zo'n rare odeur vanaf. Die geur, maar dan omgetaald naar emotie, zo voel ik mij. Ik kan niet echt zeggen dat het rooskleurig is, want waarschijnlijk is het een beetje grijs schuimig, bruin, zout. Ik ga deze zoete sappig maken, want ik ben helemaal klaar met het zout. Nou, ik kan deze emotie niet beschrijven, man. Het voelt als falen. Ik wil overwinnen. Overwinnen. Gewoon er overheen zijn. Kijk, je hebt 3, 2, 1 als een troon. Ik wil over die fucking 1, man. Nou, vrijwel alles is momenteel afgebroken en klaar voor het transport. Pas wanneer echt alles afgebroken is, gaan we alles op de vrachtwagen binden. Zodat we zo min mogelijk moeite in één keer van alles af kunnen komen. Nou hebben we alleen deze unit nog die afgebroken moet worden. Moet ik weer een bitje aangeven? Jou zelf, je bitje. Een bitje voor jou, jongen. Dankjewel, schat. Nou, het is hoog zomer, het is 30 graden buiten. Dus hier binnen gaat het vandaag 45 graden worden. Maar dat gaat ons niet tegenhouden. En we gaan met volle tegenzin vandaag dit projectje beginnen.
Ongeveer. Tot hier. Afweer je knieën. En dit is zo breed, hè? En dit past hierin. Nee, dit waren nog een paar meer emmers. Dit waren er een stuk of 4-5. Oh. Dus ja, dit was er niet eentje. En dit was het dan voor de bol. Waarschijnlijk kunnen we die hoeken gewoon in één keer in de vrachtwagen doen. Dus hoeven we die plaat er niet vanaf te halen. En zoals ik al eerder gegokt had, was echt vandaag weer overdreven veel te warm. Hey jongens, laat die zweetietjes eens zien, joh. Ja, dit was ook verschrikkelijk, man. Het is echt een mager skeletje geworden. Ik hoop, Amersfoort, dat jullie extra van kunnen genieten. Want dit heeft mij mijn hele leven bloed, zweet en tranen opgeleverd. Ik hou wel van dat ding. Wees er zuinig op, Amersfoort. Dutje, want dat kan allemaal. Ik moet ook zeggen, je hebt hard gewerkt vandaag. Ja, dat is best aan. Maar je moet hard werken aan die fucking trucken van je, want je hebt nog godverdomme niks geland vandaag. Hoppa, hop, hop, hop. Ja. Job, schiet op! Doe het. Drop in. Oh, no, it's funny.
Het voelt net alsof je aan het skaten bent op lucht. En zo ziet de schaduw eruit van een goed verleden. Nou, bij het losschroeven van het eerste schroefje voelde het allemaal best wel officieel. Alleen nu is het moment aangekomen dat het materiaal eindelijk wordt ingeladen in de zeecontainers. Het duurt niet lang meer en dan is dit een hele lege hal. Thank you.
Nou, deze video duurde dan onder nabij een half uurtje. Maar hou er rekening mee dat we hier 3 maanden lang mee druk zijn geweest. Er zijn 1 miljard miljoen schroefjes uitgedraaid om vervolgens 6 zeecontainers en 3 hele vrachtwagens te vullen. En wat uiteindelijk het eindresultaat is geworden, is dat al deze schaduwvlekken op de grond over zijn gebleven van dat wat ooit obstakels waren. Nou, in deze schaduw is misschien 1 luchtpuntje, want hier wordt nog het een en ander bij gebouwd. En wat dat betekent, I don't know. Ik bedoel, de toekomst is onzeker. 2020 hebben we misschien niet overwonnen, maar we hebben zeker nog niet verloren. Alle vrijwilligers die geholpen hebben, dankjewel voor de inzet. En ik ben Rijn de Jochems, deels Wijsneus. En graag tot de volgende keer.